Verdachte van de zedenzaak in Waterlandkerkje voor de rechter. Het is vrijdag 13 november. Dit is Zeeland Nu. De zaak verloopt rommelig. Verdachte wordt onwel. Deze voedselbank bakt taarten voor de jarigen. En Sinterklaas komt wel, maar digitaal dit jaar. Dames en heren, goedenavond. In de rechtbank in Middelburg ging vandaag de rechtszaak over de afschuwelijke zedenzaak in Waterlandkerkje van start. Een 47-jarige man uit Aardenburg en een 44-jarige vrouw uit Terneuzen worden verdacht van het langdurig seksueel misbruiken van twee van haar dochters en nog meer meisjes. Een zaak die al de hele week veel media-aandacht krijgt. Goedenavond. Jarenlang minderjarige meisjes verkrachten, drogeren en uitbuiten. 11 jaar lang liet P. de minderjarige dochters van zijn vriendin misbruiken door andere mannen tegen betaling. De moeder van de kinderen is ook verdacht in de zaak, want zij werkte mee aan het misbruik van haar eigen dochters. Het misbruik van de meisjes vond plaats van 2008 tot 2019. En de oudste was pas 8 toen het misbruik begon. Justin doet nu een oproep. Geef mijn vader een zware straf. Dat mijn vader eigenlijk een compleet dubbel leven heeft gehad naast ons. Je vraagt je af hoe het kan dat zoiets in een kleine gemeenschap als Waterlandkerkje met slechts 480 inwoners zo lang onder de radar bleef. Ik ken hem alleen vanwege de garage natuurlijk en vroeger van school. En dan was het gewoon een normale vent. Juist als het over ernstige misdrijf gaat of hele uitzonderlijke zaken zoals dit, dan denken mensen natuurlijk niet snel dat dat bij hun buren gebeurt, zeg maar. Niet normaal, hè? Zoiets dan mag niet kunnen, hè? Bij de rechtbank in Middelburg staat verslaggever Pim van den Bergen. Pim, jij hebt de zaak de hele dag gevolgd. Wat is er vandaag allemaal besproken? Ja, de twee verdachten werden in eerste instantie gehoord door de rechters. En daar kwamen de aanklachten één voor één voorbij. Zoals verkrachting, uitbuiting en het in bezit hebben van kinderpornografie. En hoe reageerden de verdachten op al deze aantijgingen? Ja, de mannelijke verdachte die maakt gebruik van zijn zwijgrecht. Zijn advocaat voert voornamelijk het woord. De vrouw maakte echt een warrige indruk. Ze wist dingen niet of ze zei dat ze dingen niet kon zeggen. Keek veelvuldig naar haar eigen advocaat. Ze is ook ziek. Ze moest halverwege de ochtend naar buiten voor een nierdialyse. Nou, later op de ochtend werd ze zo ziek dat ze niet meer terug kon keren naar de rechtszaal. En ging dan de rechtszaak tegen de man wel verder? Ja, die werd voortgezet. Ik pik daar twee dingen uit. Er werden onder meer verklaringen opgelezen van de dochters, die dus verkracht en uitgebuit zijn, van zijn vriendin. Dat was heel erg onthutsend en indrukwekkend. En daarnaast werd bekend dat er een psychologisch profiel van hem is gemaakt. Daarin wordt aanbevolen dat hij TBS met dwangverpleging krijgt. Nou ja, de verdachte zei daar zelf helemaal niets over, had er geen commentaar op. Volgende week gaat de zaak verder. Pim van den Bergen, dankjewel. Nieuwvliet Bad wordt de komende jaren groener, veiliger en aantrekkelijker. Om dat te bereiken wordt het dorp op 18 plekken aangepakt. Betere opgangen, verkeersveiligheid, dus bredere fietspaden. Landschappelijker ingericht, dus heel veel nadruk op de kwaliteit van de natuur. De gemeente krijgt van het Rijk en de provincie miljoenen voor de aanpak en betaalt zelf ook mee. Ook de Sint-Bavo-dijk wordt opgeknapt. De verkeersveiligheid is een van de onderwerpen die we ook gewoon aanpakken. Maar ja, de Sint-Bavo-dijk is al jarenlang natuurlijk een probleem in het kader van de verkeersveiligheid. En dat is alleen maar toegenomen natuurlijk omdat het ook gewoon drukker wordt aan de kust. De eerste 6 projecten, waaronder de Sint-Bavo-dijk, moeten voor 2023 klaar zijn. Voormalig kopstuk Rico R. van motoclub No Surrender is veroordeeld tot een celstraf van 4 jaar. Volgens de rechtbank in Groningen is bewezen dat de man uit Hulst samen met 3 anderen leiding gaf aan een organisatie die zich bezighield met drugshandel en geweldsdelicten. Oprichter Klaas Otto uit Bergen op Zoom moet 2,5 jaar de cel in. Alle 4 de ex-kopstukken hebben de misdaden ontkend. Het RIVM heeft in Zeeland in de afgelopen 24 uur 116 nieuwe besmettingen met het coronavirus gerapporteerd. Gisteren waren het er nog ietsje meer, 131. De afgelopen dagen werden telkens de meeste besmettingen gemeld in Zeeuws-Vlaanderen. Nu kwamen de meeste gevallen uit Tholen. De rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft op verzoek van omwonenden van de dijk bij Perkpolder een deskundige aangesteld die naar de onderzoeken naar de vervuilde grond in de dijk moet kijken.
De rechter krijgt zo meer informatie over het eventuele gevaar van die vervuilde grond. Bij de aanleg van de dijk in 2014 werd thermisch gereinigde grond gebruikt. Naderhand bleek dat die grond alsnog gevaarlijke stoffen bevatte, zoals arseen, benzeen en toluïen. Oek de Jong heeft met zijn boek Zwarte Schuur de Boekenbon Literatuurprijs gewonnen. Volgens de jury is Zwarte Schuur een boek dat beschouwd mag worden als een toonbeeld van de rijkdom en de rijkwijde van een literaire roman. Het boek gaat over een jongen die opgroeit op Zuid-Beveland, net als Oek de Jong zelf. Burgemeester Ger van der Velde van Tolen vertrekt en werd bij wijze van afscheid getrakteerd op een carillonconcert. Natuurlijk ga je dit missen. Het is wel een bewuste keuze om te stoppen. Maar ik heb tot de laatste dag, ik werk tot aanstaande zaterdagnacht om 12 uur. Maar gewoon tot de laatste dag ga ik met alle plezier aan mijn werk. Ik heb geen hekel aan mijn werk. Tolen zal me zeker nog wel eens zien. Gewoon als ik gewoon privé nog eens denk, dan ga ik hier lekker fietsen of wandelen. Of nog eens gewoon weer een keer bij de toonstelling in de Meesterhof kijken. Of misschien eens op zaterdagmiddag nog een concertje. Tolen zit wel voorgoed in ons hart. Ja, okay. Super, dank jullie wel, hè. En nog heel veel mooie concerten op dit prachtige carillon, hè. Een verjaardag zonder taart is voor kinderen natuurlijk geen echte verjaardag. En daarom bakken vrijwilligers van voedselbank De Beverlanden zich een slag in de ronde om jaarlijks 160 taarten te maken. Voor ieder jarig kind één. Ik had een jaar geleden denk ik ongeveer gehoord dat er werden altijd taarten uitgedeeld voor jarige kinderen die gebruik maken van de voedselbank. Maar er waren eigenlijk te weinig bakkers om nog aan alle kinderen een taart te kunnen geven. Dus toen wilden ze de leeftijdsgrens naar beneden gaan bijstellen. Dat kinderen nog maar tot 9 jaar bijvoorbeeld een taart zouden krijgen. Ja, dat ging me echt aan het hart toen ik het hoorde. Ja, toen ben ik een groepje gestart met vrouwen die dan eigenlijk allemaal wel een taart af en toe willen bakken. En wij leveren dus nu 1 keer in de week of 2 keer in de week een taart voor jarige kinderen. Het meeste betalen we zelf, maar soms krijgt de voedselbank ook wel eens spullen binnen van supermarkten bijvoorbeeld die ze dan aan ons geven. Zeg, van taartvulling. De Smarties bijvoorbeeld hebben we heel erg veel gekregen, die kwamen van IKEA. Dus we maken op het moment heel veel smartietaarten. Wat voor gevoel geeft het je nou om zo'n taart te maken? Nou, ik word er wel blij van. Wij hebben zelf ook 3 kinderen. En die vinden het ook wel bijzonder. Die zeggen van, oh, maar zijn er echt kinderen die eigenlijk geen geld hebben om hun verjaardag te vieren? Geen geld hebben om een taart te kopen of om te trakteren? Dan is het ook mooi dat je dit soort dingen kan delen. Nou, de taart is klaar. Ik ga hem nu in de doos doen. En dan gaan we naar de voedselbank brengen. Goedemiddag. Hey Leen, goedemiddag. Heb je iets lekkers gebakken? Ja, ik heb weer een taart gebakken. Kijk, ik zet hem hier neer. Mag ik wel even kijken? Jij mag even kijken. We hebben 220 klanten en er zijn 600 personen. En ik denk om zo'n 160 kinderen tussen 0 en 18 jaar. Ja, kijk, dit is bijvoorbeeld een taart die gebracht is. Het is heel paradoxaal, hè? Het is heel fijn dat mensen dit doen, maar het is ook heel diep triest dat dit eigenlijk nodig is. Hè? Andere mensen zeggen wel eens van, het zou er niet moeten zijn, maar toch fijn dat het er is. Want het voorziet een enorme behoefte. Het weekend van de Sinterklaasintochten staat voor de deur. Tenminste, zo was dat sinds mensenheugenis. Maar dit jaar gaat dat vanwege corona natuurlijk allemaal anders. Online, zoals in Hulst. Als hij dan niet zeg maar, live een intocht kan doen, dan halen we Sinterklaas wel via de tv bij ons binnen. Digitaal? Digitaal. Sinterklaas wordt digi-Klaas, als het ware. Ja. De intocht in Hulst wordt dit jaar dus samen met alle kinderen online gevierd. We hebben daar een heel verhaal omheen bedacht. We hebben ook diverse gasten die langskomen. Ik wil er eigenlijk niet te veel over verklappen, maar het is wel hartstikke leuk. En het is een uur met allerlei leuke weetjes over Sinterklaas. Dus het is eigenlijk nog leuker dan normaal. Ook Sinterklaas wilde ondanks corona toch naar Nederland komen en heeft de hulp ingeroepen van DigiPiet. En op een dag kwam hij en toen zei hij, beste Sint, ik weet niet wat u ervan vindt,
Maar wat vindt u ervan als we gaan online, zodat we toch live bij de kinderen kunnen zijn? Nou, ik zeg Piet, wat een goed idee, ik doe direct mee. En zo zijn we dus alternatieven gaan verzinnen om toch dicht bij al die lieve kindjes te kunnen zijn. Naast de intocht heeft de organisatie nog meer digitale activiteiten bedacht. We doen een filmpje van de Sint. Dus je kan zeg maar een filmpje bestellen. Dus geen huisbezoek fysiek van de Sint. Maar dat hij digitaal komt aankloppen. En dan een persoonlijke boodschap met uiteraard info van het grote boek. Maar ook van info die we een beetje lenen van papa en mama. Maar er is nog een idee. En dat is dat je live kunt zoomen met mij. Zoomen, digitaal, live met Sinterklaas, praten en elkaar zien. Nou, wat is er nou leuker? Ben ik toch een beetje op huisbezoek. En Sinterklaas houdt zich natuurlijk ook tijdens het bezorgen van de cadeautjes netjes aan alle maatregelen. Hoe zit het met de avondklok? Moet u zich daaraan houden? Nee, Sinterklaas is vrijgesteld van de avondklok. En de anderhalve meter maatregel? Daar houden we wel rekening mee, hè? En daarom zijn we dus online. Veel plezier ermee. Dag lieverd. Dag hoor. Bij mij in de studio verslaggever Erik Holm. Erik, nou is dit één voorbeeld, maar hoe gaat het eigenlijk in de rest van de provincie? Nou, ik heb heel veel comité's gebeld en die hebben er allemaal voor gekozen om ook iets online te organiseren. Zodat het natuurlijk toch gewoon een beetje feest wordt voor alle kinderen die wachten op Sinterklaas. In Goes bijvoorbeeld hebben ze een spel gemaakt op internet. Kinderen volgen een digitaal parcours, krijgen onderweg een aantal filmpjes te zien. Ze kunnen meedoen met een dansje, maar natuurlijk Sinterklaas komt ook voorbij. Nou, in Bruinisse hebben ze zelfs een hele speelfilm gemaakt rondom Sinterklaas. En die film die wordt verspreid onder alle basisscholen in Bruinisse. En ik heb begrepen dat er ook nog een verrassing bij zit. Spannend. Nou. En in Zierikzee hebben ze zelfs hun eigen Sinterklaasjournaal. Dan wel zonder Diewertje Blok. Dus al die comité's die zijn heel erg creatief bezig geweest dit jaar. Ja, en dat gaat dan allemaal over vervangingen voor zo'n intocht. Hoe zit het bijvoorbeeld met pakjesavond, 5 december? Ah, Floris-Jan, daar hoef jij je geen zorgen om te maken. Nee, dat kan gewoon gevierd worden. Alleen moet je natuurlijk wel rekening houden met die maatregel dat er in één huishouden maar 2 gasten mogen ontvangen worden. Nou, dan zou je bijvoorbeeld kunnen kiezen voor Sinterklaas en één Piet. Goed idee. Opa en oma. Je schoonmoeder en je schoonvader. Maar als je op veilig wil spelen, kun je ook gewoon een digitale Klaas kun je bestellen. Ja. Heb jij je verlanglijstje al af, tot slot? Ik heb mijn verlanglijstje al in de zomer. En jij? Ik moet er nog aan beginnen. Wat staat erop? Nou, weet ik nog niet. Eigenlijk heb ik nog niet zoveel wensen. Okay, goed. Erik Holm, dank je wel. Het begon allemaal nog best wel goed met een beetje zon, maar al heel snel nam de bewolking de overhand en werd het een grijze dag met regen en motregen bij een matige tot vrij krachtige wind. Morgen dan is het tot de avond meestal droog met maar een enkele bui, wel is er veel bewolking. Het wordt dan bij een zuidenwind vrij zacht met 14 of 15 graden. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. En natuurlijk is er op vrijdag weer terugkieken. Vandaag over suikerbieten. Er kwamen die vrachtauto's, die kwamen uit de fabriek. Die werden eerst gewogen, de weegbrug. Dan werd er een monster van de bieten gepakt. Dat monster werd het suikergehalte van bepaald. En de tarra, de grond die er nog aan zat. En dan werden ze met hoge drukkanonnen, met water, werden ze naar de fabriek gespoten. Daarna krijg je natuurlijk ook nog het weerbericht van Jules Gernaert. En ik wens u alvast een fijne avond en een goed weekend.